Yo guys, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Dustin en vandaag gaan we weer eens een nieuwe video maken van Goodcraft. De volgende alweer eens. Wat we gaan doen is denk ik het belangrijkste om dit huis af te maken. Nee, om dit huis af te maken, dat is sowieso het belangrijkste. En eerst nog even die ramen afmaken. In de vorige video hadden we daar geen tijd voor. Zo. En eet even aan en die wil ik gaan bakken. Maar ons huis is sowieso het belangrijkste wat we deze aflevering willen gaan afmaken. Dat is één ding wat zeker is. Even mijn eten erin doen, want ik moet wel mijn voetbank wel kunnen krijgen. Ga eens kijken rond nu. Een paar bomen zijn gegroeid, zie ik. Die nog niet. Deze nog wel al. Gelukkig, want die ken ik. Wel eens één klein stapje verder. Dan ga ik mijn eerste ding opbouwen. Hier is nog één en daar is er nog één. Ik moet nog allebei groeien. Ga ik eens kijken. Kan ik wat hout maken? Maar 40, ik weet het. Hier heb ik die 40. Dan kan ik. Dan kan ik proberen het huis af te maken. Zelf denk ik niet dat het gaat lukken. Omdat het wel best veel blokken kost voor dit dak. Ja, zie je. Ik kan niet eens 4 van die stroken. Hoeveel? 1, 2, 3, 4. 5 van die stroken maken. Niet eens dus. En dat dan denk ik net dat het misschien helemaal ging lukken. Ja, dag. Kijk of ik snel nog 1 ding kan vinden. Ik wil allemaal kapot maken, want ik wil weer zo eentje kunnen planten. Want dan ken ik dat verder uitbreiden. En dan zo'n bos. Ja, 1 dan. 3? Nice. Hierin en doe ik weer hierin. Die laat ik dan groeien voor de volgende. Voor het dak. Ik hoop deze video af te kunnen maken. Dan gaan we slapen. Verwachte reclame. Ik kom niet uit het spel vliegen. Zoals gewoonlijk. Dat wel vaker gebeurt. Zo snel in de video. Het schijnt dus gelukkig van niet. Ga ik beginnen met de conclusie van die brug? Ja, denk het wel. En waar wil ik die brug maken? Aan die kant. Want die kant is de deur, wil ik aan die kant dat dan daar ook een huisje komt. Maar dan in dat huis komt. Daar komt geen. Hoe heet dat? Geen deur waar je van die kant kan. Alleen van de kant. Van de kant via dit huis naar daar naar binnen. Dat is mijn idee. Dit ga ik maken. Dan pak ik me snel een deurtje erbij. Of jij moet er 2 hebben hoor. Aan het einde ook. En dan moet je fucking veel glas van krijgen. Hoe ga ik het in godsnaam allemaal regelen? Gaat een tijdje duren. Wat is in het midden? Dit? Gelukkig is er een midden. Een blok valt. We gaan natuurlijk zo bouwen. Het is wel een kutconcept, maar het moet maar. Nee, maar ik ga eerst deze maken. Dat ik dan. Kijk, dat doe ik. Nee, wacht eens even. Deze moet ik niet maken. Ja, deze moet ik wel. Dan maak ik het zo. Ik kan ook een bredere brug maken. Nee, we gaan een bredere brug maken. Waarom? Omdat het zo niet mooi is. Van buiten is het misschien iets mooier, maar van binnen zit het veel te krap. Dat is mijn mening. Ja, krap misschien niet erg dergelijk, maar het is gewoon niet te fijn om daar dan in te gaan lopen, weet je. Even kijken. Trouwens, ik soms zo, hoe kon ik daar vanaf vallen? Niet pas besef ik het, what the fuck. Dan kom je niet bij je ramen, gelukkig. Zou ik zo lang de brug maken?
Maar ik wil Wildebroek, ik wil hem sowieso niet op de grond maken, het nieuwe huis. Dus ik maak hem iets verder. Ja, iets verder. Nee, tot mijn blokken op zijn. Tot mijn blokken op zijn. Zo ver komt hij. Dus een aantal is en dan heb ik weg. Doordat ik geen nieuwe meer kan maken. Zo. Nog twee. Zo. Komt precies uit. Dit wordt dan ons huis. Voor onze brug. Zelf een brug. Wie joh, de dagen doen we fucking 12. What the fuck. Kan je nog vier van die... drie blokken van stellen maken, wacht. Zijn die klaar? Thanks. Dan maak ik nu deze drie. Oh, yo. Wat gebeurde daar? Huh? Oh, huh? Dat zag er raar uit, maar oké. Okay. Gaan we eerst naar boven. En gaan we in dat werken. Aan onze muur. Ik vind die brede, ik vind er wel een stuk beter uitzien zelf. Maar als je dan erin zit, dan heb je ook iets meer ruimte om iets te doen. Ik zeg niet dat uit het spel, hopelijk niet. En ik wil vliegen nogmaals uit het spel. Kut. Dat is kut. En maar niet fijn. Play. En dan gaan we weer eens. Resume game. Van Facebook. Ik eet nu even wat, want ik heb mijn balkjes zo goed bijna op. Twee van die chickens, want ik heb er toch nu nog 12 geroosterde... Waar staan die dingen? 21 geroosterde, hoe dan? Ik slacht er echt veel. What the fuck? En dit is het einde. Zo. Dan pak ik deze stack en die twee stacken pak ik weer in mijn inventory. Spouwbest is nu gevaarlijk snel. Kom er niet bij, kom er niet bij hier. Tot het einde. Dan wil ik hier. Wil ik hier. Bouw dit zo. Dan daar een deur komen. Zo, zo. Hier twee ramen. Dit is die. En deze hele strook zijn raam. Dan wil ik hier zo eentje bouwen. Ik weet allemaal van woe, dat is wel kut. Alleen ja, het gaat om het idee. Niet voor wat voor blok ik daarvoor gebruik. Dat kan ik later nog wel eens oprichten. Hup, 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 hup. Oh, wacht, daar kan ik alvast de deur plaatsen. Zo. Dus eerst moet ik wel kijken voor die furnace, want ik doe niet te traf lekker. Wat was dat? Iets wiebelde. En ik wist even niet wat het was, dus daarom zei ik dat. De kool erin. Hup, naar boven. Het leeft al best lang, moet ik toegeven. Het begint er al een beetje een brug eruit te zien, daar ben ik best wel blij mee. Deze ook nog natuurlijk af. Nu kan ik het hoe ver ik wil, want ik kan er niet meer afvallen. Oké. Okay. Nu het dak. Zo. Fuck my life. En dan maak ik die ook nog, hè. Wordt ook een stukje donkerder. En waar mijn idee daar hoor. Weet ik zelf niet. Sorry dat ik er even onderuit was. Ik ging even kijken. Ik voel me irriteren van de spel. Ik had het afgesloten. Ik kan je een beetje niet tegen. Want de reclame is niet goed. Ik keek even op de oude Good Craven update. Want deze server staat er ook op. En er stond, ja, je moet de nieuwe versie per se gebruiken. Anders kan je de game niet spelen. Dat was jammer, vond ik. Want anders konden we die versie spelen. De beter, vind ik zelf. Dit is in principe klaar. Nog heel veel ramen.
En dan kan ik eigenlijk precies al beginnen met de wereld. Maar ik wil een schep hebben. Of ja, een schep heb ik niet bepaald nodig. Ik ga even kijken. Voor de boom of er eentje. Ja, die is gegroeid. Waar, dit was de laatste die geplaatst heb. Waarom is die opeens gegroeid? Opeens die. Dat snap ik niet. Maar oké. Ik heb 7 al inmiddels. Ik ga nu een bepaalde boom maken. Ik wil dat ik het huis heb. Ik heb de brug zo goed als af. Wat ik aan jullie beloofd heb. Alleen nog de ramen. Daar moet ik ooit nog. Daar ga ik nog aan werken. Daar ga ik dan. Ik wil. Ik vind het niet meer zo. Ah, die weer. Ik vind het niet meer zo fijn. Ik zit een beetje te irriteren. Al die shit. Ik wil eigenlijk een. Een iron shovel maken, wou ik doen. Even kijken. Ik heb toch geen iron gepakt? Een shovel. Heb je 1 nodig en 2 sticks? Een iron shovel. Of kan ik die gewoon maken? Oh, ik ben gewoon blind. Dat was het feit. Een iron shovel. Dan ga ik snel naar het zand toe. Voordat de timer weer eens gaat. En we weer eens moeten stoppen. Want het is binnenkort. En waarom de timer laat gaan op tijd dat ik niet langer 15 minuten mag spelen. En ik ben altijd zo vroeg om een video te maken. Dat ik dan de tijd niet meer in de gaten houd. Dus denk ik wel genoeg. Ik was aan het denken, misschien zou ik wel die platte dingen gaan maken. Die platte glas. Die vind ik wel mooi om bij die plek te pakken. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat ik de platte glas, dat ik van die glas platte glas ga maken. En dat is dan het handigst. Lijkt mij mooi gewoon. Gewoon puur om de mooiheid. Ik ben best ver gekomen in de survival van Dick zelf. En daar 2 erbij, dat moet genoeg zijn. Ons kostbaar gold. Hier en doen natuurlijk. Naar buiten gaan. We pakken onze. Maar. Het gaat dus niet meer. Guys. Jullie zien het. Dat was het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Doe een like hieronder. Abonneer op dit kanaal. En abonneer op de kanaal van Joey Paff en Joey Gulp bij de Black Squirrel van Laan. Ik hoop dat ik jullie bij de volgende aflevering weer kan zien. Vooral bij goed kracht. Want jullie moeten zien. Ik wil proberen bij de volgende aflevering een huis af te hebben. Ik denk niet dat het lukt met hoe weinig hout we in de buurt hebben. Maar we gaan het proberen. Oké. Doei doei.